Ik ben Timtheo de Keuning. Mijn naam is Floreau de Poage. Ik ben Ines van Steenkistenmuilen. Ik ben net een jaar afgestudeerd als fotografe. Mijn praktijk spitst zich vooral toe op analoge fotografie. Vanuit die interesse ben ik onderzoek beginnen doen naar analoge procedés met plantensap. Ik hou mij bezig met analoge fotografie. De thema's die ik cover zijn vooral straatfotografie, maar ook een beetje documentaire. Ik fotografeer graag documentaire, maar tegenwoordig ben ik ook wel veel bezig met fashion. En dat doe ik allemaal het liefste analoog natuurlijk. Ik denk dat een van de redenen waarom dat jongeren teruggrijpen naar die analoge media vooral te maken heeft met een overtechnologisering die vandaag in onze manier van leven en in onze samenleving de bovenhand genomen heeft. Ik denk dat mensen terug op zoek zijn naar een soort integriteit en een soort menselijke integriteit. En die menselijke integriteit zit niet in alle technologie die wij hebben uitgevonden. Bij mij was het essentie om na te denken, zeker in tijden van vandaag, waarin dat heel ons ecologisch systeem onder druk staat, om te reflecteren ook over mijn eigen basismateriaal en hoe dat ik omga, hoe sustainable dat mijn manier om met mijn medium om te gaan, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Nu, met die plantensapjes is dat wat moeilijk, want ecologisch gezien is dat heel duurzaam, maar het is een enorm, enorm langzaam procedé. Als ik prints maak, dan, laten we zeggen, dan duurt dat ongeveer een maand. Twee maanden soms. Maar die langzaamheid vind ik ook wel interessant, omdat fotografie vandaag iets geworden is dat eigenlijk symbool staat voor de vluchtigheid. We kunnen alles capteren en heel snel vastleggen, dus het gaat niet voorbij. Maar in het moment dat we het capteren, missen we eigenlijk wat er gebeurt. Dus die langzame fotografie staat me toe om tegelijkertijd het beeld dat ik wil te fotograferen, maar ook op dat moment stil te staan bij wat dat beeld is en daarover te reflecteren en dat te zien gebeuren voor mijn ogen. Digitale fotografie heeft me nooit echt helemaal aangesproken, omdat ik daar niet echt een feeling mee had met het medium. Het is zeer geautomatiseerd en bij analoge fotografie is dat niet zo. Dus dat is ook de reden waarom de analoge fotografie mij direct aansprak, omdat daar veel meer bij komt kijken. De keuze van je film tot de keuze van je ontwikkelaar, de manier waarop je het scant, dat zijn allemaal dingen dat je zelf in de hand hebt. Met digitale fotografie heb je natuurlijk ook zeer veel in de hand, maar het authentieke is voor mij wel veel belangrijker. Het is echt gewoon heel puur. Je ziet van waar dat alles komt. De digitaal zit er allemaal tussenstappen tussen en hier is het echt gewoon heel puur. Je belicht je beeld, je ontwikkelt het. Dat zijn allemaal echt pure stappen die ervoor zorgen dat je beeld wordt zoals dat eruit ziet. Analoog heeft mij eigenlijk altijd meer bewust doen nadenken over hoe dat ik met licht omga, hoe dat ik een beeld opbouw, waardoor dat ik eigenlijk een manier van werken heb ontwikkeld die dat mij heel goed lag. Op Sint-Lucas heb ik superveel analoog gewerkt. Ik heb daar 4 jaar bij wijze van spreken super hard gewerkt op hoe bewerk ik analoog, hoe scan ik analoog, wat is mijn stijl, welke kleuren wil ik. Mensen zeggen vaak dat het analoge proces puur moet blijven. Ik vind juist in deze digitale maatschappij dat wij de mogelijkheid hebben om die kleuren te manipuleren zoals ik ze wil. Voor mij gaat het uiteindelijk om het resultaat en de look die ik kan krijgen. En niet per se dat ik elke stap van het proces zelf kan doen en dat dan hele identiteit creëert. Voor mij is het belangrijk om zelf in mijn praktijk heel dicht te staan bij wat ik doe en het gevoel te hebben dat ik zelf alles onder controle heb. Wanneer dat ik zelf in een proces sta waarin dat ik mijn eigen glasplaten prepareer, waarin dat ik mijn eigen emulsies maak, met oude camera's werk die eigenlijk puur mechaniek zijn en helemaal niet technologie, dus er zit daar niets van programma in die geschreven is voor mij. Die camera is gewoon wat dat die is. Dus voor mij is het eigenlijk het analoge werken een vorm van controle over het medium en heel dicht staan bij het medium fotografie en ook reflecteren op de roots in die ontwikkeling. Want de ontwikkeling van fotografie is de laatste 200 jaar enorm, enorm snel vooruit gegaan, waardoor dat we soms vergeten wat dat de basis daarvan is. Heel veel jongeren zijn nu terug in contact met analoog.
omdat er daar iets meer tastbaar is. Ik zie bij heel veel van mijn vriendinnen bijvoorbeeld dat die een wegwerp gaan kopen voor in de zomer en zo. Omdat dat hun verplicht om dat te laten ontwikkelen en afdrukken. Wij zitten met die gsm's waar dat 1000 foto's op staan die dat wij nooit meer bekijken. Veel meer jongeren willen terug naar foto's die afgedrukt zijn, waar dat ze maar één kans hebben voor een foto en niet 100 keer moeten poseren, zoals bij een gsm. Het is moeilijk om te zeggen of dat de meeste jongeren weten van waar het komt of niet, omdat ik in een bubbel zit waar mensen mij kennen en de analogen heel goed kennen doordat ik hun vaak analoog fotografeer. De heropkomst van analoge fotografie onder de jongeren staat volgens mij wel op zich. En dat is wel gewoon een deel van de fotografische wereld waar de opkomende fotografen echt wel een deel van willen uitmaken. Maar langs de andere kant heb je ook een andere groep jongeren die dat meer ziet als iets vintage en iets een leuk hebben dingetje om een analoge camera te hebben en om gewoon sfeerfoto's te maken van hun vrienden. Bij de ene gaat dat zo blijven en bij de andere gaat daar veel meer in geëxperimenteerd worden. Ik weet niet of dat mijn antwoord echt waar gaat zijn, misschien is het meer hoopvol. In essentie denk ik dat analoge fotografie nooit kan verdwijnen. Het is niet omdat er digitale printtechnieken of omdat grafiek is uitgevonden, dat schilderkunst daarom niet meer bestaat. Dus dat heeft een traditie en die traditie is nog veel jonger dan bijvoorbeeld de schilderkunstige of de beeldhouwkunstige traditie. Maar die traditie is wel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het medium. Er was geen digitale camera zonder dat er analoge procedés waren. En die analoge procedés in alle experimenten dat ze uit ontstaan zijn, zijn gewoon essentieel voor de verdere ontwikkeling, voor onze notie en ons besef van wat dat fotografie is. Dat kan volgens mij nooit volledig verdwijnen. Er gaan altijd mensen zijn die daar naar terugrijden.